Ik doe mijn best. Ik ben er wel wat mee bezig. Ik kom ook vaak biologisch winkelen. Ik probeer daar wel op te letten. Dus ik probeer wel te zorgen dat ik zo iedere maaltijd wel iets van groenten of zo erin heb. En ik vind ook dat dat heel veel voldoening geeft als ik gezond of zo kan koken. Ja, we eten redelijk seizoensgebonden. Dus afhankelijk van welke groenten dat er wanneer klaar zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet zo heel veel rekening mee hou. Maar ik probeer wel sowieso mijn eten zelf klaar te maken. Niet te veel gaan eten, frieten en zo, ook niet te vaak. Witloof en spruitjes. Ja, hetzelfde. Sommige groenten eet ik niet zo graag, maar dat begint goed. Dat lukt wel. Het is al verbeterd, hè? Ja. Je eet al veel meer groenten dan vroeger. Ja. Soms zijn er groenten of zo niet lekker. En soms heb je wel zin in snoep of koek of zo, maar dan denk je, ja, ik kan er maar eentje pakken, maar niet te veel. Ik maak echt geen planning. Dat is echt een beetje de goesting van het moment. Ja, wel voor als ik naar de winkel ga, dus eigenlijk doe ik dat wel. En dan zet ik daar altijd wel iets gezond op, maar soms kan het wel eens gebeuren dat ik daar dan geen zin meer in heb. Aardbei en mango vind ik lekker. Aardbei en paprika. Ja, rode paprika. Zo, bijvoorbeeld geroosterde groenten in de oven met dan iets van vegetarische proteïne. Ik heb hier nu falafel in en het zit dan frietjes, super lekker.